Het is door de vordering van meneer Wouters. Ik leg wel het accent op vordering, want er is nog geen enkele uitspraak geweest in het voordeel van meneer Wouters over de grond van de zaak. Meer nog, de vordering van meneer Wouters wordt volledig tot de laatste eurocent betwist door de club. Dus wij zouden in een zeer eigenaardige situatie kunnen terechtkomen dat de licentie ons nu wordt geweigerd. Maar stel nu eens dat bij hypothese de arbitragecommissie van de Belgische Voetbalbond meneer Wouters in het ongelijk stelt. Waar staat dan de Belgische Voetbalbond? Want dan heeft de club enorme schade geleden op dat ogenblik. Dit doet zeer veel pijn, denk ik. Niet bij mij alleen, maar heel veel mensen die Antwerpen gevoelig liggen. Dit moet een heel harde klap in de clubgeschiedenis. De eerste keer degraderen via de groene tafel naar een derde klasse. Als het inderdaad wordt uitgesproken dat het een feit is met een min 9 starten. Dit is heel pijnlijk. Ja. Is dit de doodsteek voor Antwerpen? Nee, wij blijven strijdvaardiger dan ooit. Wij zullen onmiddellijk beroep aantekenen bij het BAS. En ik kan u verzekeren dat wij tot de laatste snik zullen vechten om deze licentie voor Antwerpen alsnog binnen huis te halen. Maar wat gaat er veranderen tussen nu en over een maand? Want dan zullen zij waarschijnlijk al beslissen. Wel, ondertussen kan er natuurlijk veel gebeuren. Hè. Zeg nooit nooit. Er zal uiteraard verder gepraat worden met meneer Wouters. Maar ik zeg u nogmaals, er zijn reeds verschillende voorstellen gedaan. It takes two to tango.